wat ontzettend leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. En in deze video ga ik mijn kledingkast opruimen. Het is echt ontzettend nodig. Ik zal zo even beelden laten zien. Maar het is echt een ontzettende troep. En ik ga proberen om heel streng te zijn. Dingen die al een paar keer een twijfel waren en dat ik dacht, ik ga deze nu echt dragen, die ik uiteindelijk dus niet gedragen heb, wil ik ook echt gaan wegdoen. Maar goed, dat zeg ik elke keer en toch bezwijk ik weer elke keer onder. Maar het is zo'n mooi item, dus nou ja, we gaan het zien. Ik ga jullie hier lekker meenemen. Ik vind het zelf altijd heerlijk om te kijken waarom mensen bepaalde dingen beslissen en waarom ze dingen houden en dat soort dingen. Dus ik ga kijken of ik niet tot weinig ga knippen en gewoon een hele lange video ervan ga maken. Omdat ik dat zelf ontzettend leuk vind om te kijken en om zelf ook een beetje in de flow te komen van opruimen. Kijk ik vaak dat soort video's van tevoren. Dus wie weet vind je het ook leuk. Pak lekker een kopje thee erbij als je hem helemaal gaat kijken. Of zet hem lekker neer als je ook aan het opruimen bent. Of aan het opmaken of I don't know what. Maar in ieder geval, leuk dat je kijkt. En laten we maar gewoon gelijk beginnen. En goed om te weten is dat ik de KonMari-methode aanhoud. Ik ga straks over naar twee ladekasten en een kledingrek om mijn kleding op te hangen wat opgehangen moet worden. Maar daarom wil ik ook eigenlijk echt heel kritisch zijn. Ik heb nu alles in bakken zitten, maar dat worden dus uiteindelijk alles in lades. Dus dat is wel echt heel fijn en dat bespaart ook wel weer een bepaalde ruimte, denk ik. Maar oké, genoeg geluld. We gaan gewoon kijken naar mijn kast. Oké, dit is mijn kast. Hierachter heb ik allemaal truien. Dan heb ik hier wat shirts, wat ook echt ontploft. Hierachter dan weer truien. En weer shirts, wat ook ontploft. Dan heb ik hier een bak met hemdjes en met mijn gekleurde broeken en mijn basic hemdjes. Dan heb ik hier mijn zwarte en grijze broeken en mijn spijkerbroeken. Hier sportkleding, terwijl ik niet sport, maar ja, zonder om weg te doen als je wel weer gaat sporten. En mijn pyjama's. En dan heb ik hier zo het hanggedeelte, riemen, sokken en ondergoed. Maar goed, ja, dit is echt niet alles. Want ik heb hier naast dus ook nog van alles hangen. En ik heb dus ook nog een zomergarderobe ergens in een andere kast bovenin gepropt. Omdat ik dat nu niet gebruik. Dus het is gewoon echt veelste en veelste veel. Maar oké, we gaan het gewoon lekker uitzoeken. En ik neem jullie gewoon gezellig mee. Dus ik ga jullie neerzetten op een statief. En let's go! Zo, dat hangt weer in de kast. En ik heb hier nog wat jurkjes die ik dus nieuw heb. Een soort van nieuw. Een soort van nieuw. Ik heb ze gewoon nieuw. Deze heb ik bij Appel en Ei gekocht in Leiden. Daar heb ik ook een vlog van gemaakt dat ik daar een pashokje shoplog deed. Dus die gaat terug in de kast. En deze heb ik bij de Mango gekocht. Een heel mooie sweater dress. En die ga ik vanmiddag aandoen. Dus die leg ik nog wel heel even apart. En deze jurk. Binnen spuiten halen. Maar ik heb binnenkort een themafeestje. En daarvoor doen we allemaal een super mooie nette jurk aan. Dus toen heb ik deze jurk gekocht. Is misschien een beetje moeilijk te zien. Maar heeft zo'n mooi. Ja, is mooi strak hier zo. En hier heeft hij heel mooi een soort overloop, noem ik het maar even. Dus die hang ik ook eventjes in de kast. Maar echt heerlijk dat er weer wat meer ruimte is. Ik ga straks misschien natuurlijk nog weer wat dingen toevoegen van de twijfeldingen. Maar dit ziet er in ieder geval er even wat luchtiger uit. En dan wil ik verder gaan met de t-shirts. Nou, dat zijn er ook een hele hoop. Echt, voorheen had ik dus echt bijna geen t-shirts. Echt, I don't know why, maar had ik echt bijna niks. En op de een of andere manier is het heel erg gegroeid met deze. Oh, wat erg. Met deze bakken. Het zijn 4 bakken. Ik zal alles even zo laten zien aan jullie. En dan beslis ik. Nou, dit is een lila shirt. Die is nog netjes opgevouwen, dus die hou ik even zo. Ja, dit is echt een super mooi topje.
Echt super mooi. Ja, deze vind ik echt heel leuk. Ik twijfel alleen of ik die zou ophangen misschien. Dat is misschien beter. Ja. Echt handig aan deze kleding hangers is dat het velvet is van de Action. Dus dan glijdt het ook niet zo van de hanger af. Zo. Nog een gestreept lila shirt. Dan komen de roze shirtjes. Ja, deze ga ik wel echt wegdoen. Dit is ook gewoon... Ja, dit is gewoon afgedragen. Dit is gewoon klaar. Dus die doe ik ook echt letterlijk in de prul. Want die ga ik ook niet verkopen. Ja, dit is ook zo'n mooie top. Met mooie armen, zeg maar. Die ga ik nog wel even aan. Want ik heb deze dus via Vinted gekocht. Maar ik weet dus even niet meer of dit nou te groot was of niet. Want ik had er twee gekocht. En eentje was maat M en de ander S. En ik weet dat één van de twee niet mooi zat. Dus dan zal het wel de M zijn. Dus die ga ik nog wel even aanpassen. Dit Tommy Hilfiger shirt vind ik nog steeds heel leuk. Met streepjes. Echt stoer met een mom jeans of zo. Dus die bewaar ik ook. En dit rode shirt doe ik ook nog wel eens aan. Dus die bewaar ik ook. Dus dat doe ik weer even terug hierin. Nou, kijk eens. Ruimte over. En deze top moet ik weer eventjes aanpassen. Het is lang geleden dat ik deze aan heb gehad. Dus die ga ik even aanpassen. Kijk hoe die staat. Ja, deze top echt love it. Van Shein, Shein. Heel basic. Maar aan de achterkant knoop je dus een touwtje vast. En dat geeft echt een heel leuk effect. Dus die hou ik zeker. Hetzelfde geldt voor dit shirt. Ook super leuk. Van Shein. Ja, echt I love it. Hoe vaak per jaar of half jaar zoek jij je kledingkast uit? Ik heb echt super veel kleding en ik koop ook kleding. Ik ben een beetje kledingfreaky. Maar ik ben wel benieuwd, ja, hoe vaak andere kleding shoppen. Maar vooral hoe vaak jij je kledingkast opruimt. Want elke keer als ik hem opruim, dan kom ik weer dingen tegen die ik eruit filter. En dan denk ik, hoe kan het? Hoe kan het dat ik zoveel kleding wegdoe? En dat het alsnog vol blijft. Ik ben een beetje shopverslaafd, denk ik, jongens. Ja. Dit shirt vind ik ook super leuk voor in de zomer. Een Levi's shirt met gele streepjes. Oh ja, dit is die andere top. Dit is een XS. Die past goed. Nou, dan zal die M wel echt veel te groot zijn, denk ik. Maar goed, die is echt super leuk. Ik hou echt van aparte mouwtjes. Misschien heb je dat ook al gezien in veel dingen die ik heb. Gewoon een beetje pofmouwtje. Of net als dit van die ballonmouwtjes. Vind ik echt helemaal het einde. Dit strakke shirtje hou ik ook. Vind ik gewoon handig om te hebben. Deze heb ik bij de Monkey vandaan. Die hou ik ook zeker. Echt zo'n mooi gaas shirtje eigenlijk. Dit shirt vind ik ook super leuk. Heb ik ooit tweedehands gekocht. In een kringloopachtig iets. Ja, echt heel mooi vind ik deze. Dan heb ik een heel mooi blauw hemdje. Die ik zeker hou. Deze heb ik ook bij de Monkey vandaan. Hetzelfde gaas shirt, maar dan met blauw. Vind ik ook nog steeds super leuk. Dit shirtje ga ik... Twijfel ik over. Het is wel mijn kleur. Het is ook alweer leuk voor oud en nieuw bijvoorbeeld. Die doe ik even op de twijfel. En dit is gewoon een basic blauw shirt. Die hou ik ook sowieso. Dus dit kan allemaal weer terug hierin. Zo. Kijk. De groene en blauwe dingen passen ook bij elkaar. En dan doe ik de gele even in dit bakje. Dan komen we aan bij de witte en zwarte dingen. Nou, dat is echt veel te veel geworden. Maar goed, let's start. Dit superleuke Levi's shirt. Eigenlijk een mannenshirt volgens mij dat ik toen gekocht heb. Maar die vind ik gewoon echt superleuk. Lekker oversized, maar heerlijk als je hem in je broek in een mom jeans of zo doet. Even kijken. Dan heb ik hier een heel leuk topje die ik echt geweldig vind voor festivalseizoen. Dus die bewaar ik ook zeker. Hier een heel leuk Lovi shirt met allemaal lippen erop in mooie pastelkleurtjes. Vind ik ook helemaal het einde. Dit shirt vind ik gewoon super handig. Mooi basic shirt. Ja, weet je, dit ga ik gewoon niet wegdoen. Ook al draag ik dit misschien niet super vaak. Oh, er zit ook een vlek op, zie ik.
beetje mascara of zo. Ook even in de was dan. Maar dat is gewoon handig om te hebben. Ja, en hier komen ook weer wat basic witte shirts, crop tops en zo. Ja, als je dat wegdoet en over een jaar wil je het ineens weer hebben, dat is gewoon zonde. Deze ga ik wel wegdoen. Ik vind het heel jammer, maar ik pak dit er gewoon echt niet bij. Ook al staat het super stoer. Dus even kijken, die leg ik hier neer. Hier een heel leuk topje van de H&M ook. Basic wit shirt van de Hema, niks bijzonders aan. Basic wit shirt van de Vera Moda is het volgens mij. Dan is deze van Guts & Gusto ook echt heel leuk. Leuk in je in een mom jeans of zo, of in een kort wijd broekje. Wat is dit ook alweer? Oh ja, dit was het plan. Zo zie je maar, als het chaos is in je kledingkast vergeet je dus dit soort items. Dit wilde ik eigenlijk onder truien doen, dat ik een soort leuk ja, kraagje eronder uit heb. Dus een soort zo. Ik weet niet of het overkomt, want ik kan het schermpje niet zien. Maar in ieder geval was dat het idee. Nou, dat is een beetje mislukt, maar volgend jaar nog een kans. Oké, dan gaan we naar de zwarte bak. Nou, hier heb ik echt een superleuk shirt van Shubi. Met een mooie print erop. En hier een leuk topje die ik ook in het wit heb, maar dan in het zwart. Een mooi gaas topje. Die vind ik ook echt superleuk onder truien. Basic zwart crop topje. Hier weer een topje met leuke mouwtjes. Die bewaar ik natuurlijk ook. Goh, wat zit hier veel in. Een wat wijder shirt. Die bewaar ik ook. Vind ik gewoon super handig, dit soort dingen. Het is misschien iets wat ik niet altijd draag. Nog een basic zwart crop topje. Een wijd crop topje. Vind ik echt super leuk op een rokje of iets. Een lange rok bijvoorbeeld. Wat is dit? Soms weet ik niet eens wat het is. Wat erg. Oh, dit is gewoon een wijd zwart shirt. Nee, die ga ik wegdoen. Dit ga ik dus niet dragen. Nog een zwart shirt met een printje erop. Een ciao ciao shirt. Ja, ook dit draag ik gewoon niet. Dus die ga ik verkopen. Een zwart lange mouwen shirt, altijd handig. En een zwart korte mouwen shirt, strak, ook altijd handig. Dus hier hou ik best wel veel items van, maar dat is gewoon puur omdat het basic is. En ik het gewoon zonde vind als ik iets wegdoe en over een jaar weer ga kopen. Dus dit ga ik even opruimen en terug doen in de kast. Nou, we gaan weer door met het truien. Ik ga misschien wel het truien houden waarvan je denkt van waarom hou je die? Maar die gebruik ik vaak voor werk. Ja, op mijn werk zijn gewoon dingen dat je niet je beste kleding aan moet hebben eigenlijk. Dat is de conclusie. Dus dat ga ik ook zeker niet doen. Dus ik zal wel wat dingen bewaren die niet helemaal mooi zijn, maar wel handig voor mijn werk. Dus dat. Nou, deze jurk ga ik dus even ophangen. Dit is echt een super mooie lange grijze jurk. Maar dit is gewoon, ik denk dus dat dit dan een trui is. Maar het is gewoon een jurk, dus die ga ik ophangen zodat ik dat onthoud. Dit is een rood overslag vestje, die hou ik. Hier twijfel ik dus over, want enerzijds vind ik hem heel leuk, anderzijds vind ik hem weer een beetje een gekkere stof. Nou, niet te stevig, dat is hem. Een te stevige stof. Oh, mijn kat. Hé, hey, kom maar. Nou, daar was het, mijn kat. Ja, dus deze. Ik ga hem denk ik wel houden en dan even kijken hoe vaak ik hem nog aan ga doen. En anders kan ik volgend seizoen altijd nog kijken of ik hem dan wel aandoe. En anders doe ik hem dan weg. Een andere grijze trui hou ik ook. Ja, dit is zo'n trui dat ik denk, dit bewaar ik gewoon echt voor mijn werk. Maar niet omdat ik hem meer mooi vind. Maar goed, ik bewaar hem maar wel eventjes. Wat ga je doen? Ze gaat gewoon hier in mijn kledingkast. Nou ja, we zien het wel weer. Dit is een cool trui, lichtroze, vind ik echt super leuk.
Nou, deze Spencer heb ik echt al 5 keer door laten gaan. Ik doe hem nu echt weg. Het is hem gewoon niet. Ik pak hem er gewoon niet bij. Helaas, ik ben gewoon geen Spencer type. Dit is een hele lange, mooie... Ik zal hem wel even laten zien aan jullie. Een soort sweater dress. Echt heel erg leuk. Met een col. Love it. Echt een van mijn favoriete items voor in de winter. Dan gaan we eens kijken naar deze ravage. Deze trui, hetzelfde als die lange blauwe sweater dress. Dit kriebelt als een malle. Die heb ik dus ook al een paar keer behandeld. Maar het werkt gewoon niet. Dus die doe ik helaas weg. Ook al vind ik het zo'n mooie kleur die helemaal in mijn palet zit. Maar helaas. Een witte... wit vestje hou ik ook zeker. Vind ik nog steeds heel leuk. Even kijken. De volgende krat. Ik zit even te stoeien. Deze trui zijn niet helemaal mijn kleuren, maar bewaar ik voor mijn werk. Vind ik gewoon handig. Als het iets warmer wordt, is dit niet heel heet of zo. Zwarte kooltrui, altijd handig. Groene kooltrui, ook altijd handig. Hey, kom je gedag zeggen. Zeg maar hallo. En dit is een van mijn favoriete blauwe truien van de H&M. Love it gewoon echt. Mijn favo, mijn B, dus die hou ik. Even kijken. Laatste. Valt me mee met de trui, moet ik eerlijk zeggen. Maar ja, blijft alsnog veel. Deze is ook echt aan zijn einde, maar dit is gewoon super handig voor werk. En ik moet volgend jaar gewoon even een andere kopen. Want dit is gewoon super handig natuurlijk, zo'n basic zwart truitje. Heb ik 2 zwarte kooltruien. Wat is dit dan? Oh, ik ben helemaal in de war. Pippi, niet... Nee, niet op mijn... Daarheen. Ze zit even zo lekker met die poos te trappelen op mijn mooie trui. Sorry, dit is een vest. Ik heb het helemaal verkeerd. Zo, mijn stem slaat helemaal over. Dit is een vest met van die leuke mouwtjes. En dit is de kooltrui. Oh. Dit is een overslag vestje ook in het roze. Vind ik nog steeds... Heel leuk. Dit is dus echt een van mijn favoriete vestjes. Ik hoop dat ik hem volgend seizoen nog aan kan. Maar hij is wel een beetje aan zijn einde. Maar goed. We zien het wel. Dit lila paarse vestje. Love it. Nog steeds super leuk. Een zwarte wijde trui. Vind ik nog steeds heel leuk. Ik ga helemaal snel praten. Ik ben helemaal buiten adem. Een witte trui. Ook super leuk. Blauwe letters. Echt. I love it. Een van mijn leukste truien ook. Volgens mij zeg ik dat echt met heel veel dingen. Maar ik ben gewoon helemaal weg van sommige items. En deze bewaar ik ook voor mijn werk. Gewoon handig voor in de lente straks. Iets minder warm dan echt een trui. Maar wel met lange mouwen. Dus ik ga dit weer even allemaal opvouwen en dan kom ik weer bij jullie terug. Nou, we zijn al een heel eind. We gaan nu door naar de broeken en dan ga ik het daarbij houden. Want pyjama's en sportkleding en zo, dat is allemaal niet zo heel belangrijk. Want pyjama's, die zijn gewoon echt lelijk. Gewoon van die afgedankte dingen. Zoals een trui die ik bijvoorbeeld niet meer droeg, maar wel lekker vond als pyjama. En sportkleding heb ik echt al een half jaar niet meer aangeraakt. Dus dat zal vast nog wel goed zijn. Dus ik ga alle broeken even langs en kijken of ik ze ga houden. Ik begin even met de zwarte en grijze broeken. Wacht, ik doe het wel even zo, want ik ga ze er niet allemaal uithalen. Dit is een flare zwarte broek, die hou ik. Een grijze skinny broek hou ik. Een zwarte, zachte flare broek, noem ik het maar even. Die hou ik ook. Een pantalon hou ik en een legging. Ja, zwart is gewoon altijd super handig. Dus die bewaar ik allemaal. Nou, wat een verrassing. Nou, spijkerbroeken. Daar ga ik wel even goed naar kijken. Oh ja, dit is een wide leg van de Divided collectie. Zo, deze heb ik lang niet aan. Oh, deze heb ik tweedehands. Ik wou net zeggen. Deze komt me helemaal niet bekend voor, maar ik heb deze nog helemaal niet aangehad. Die vind ik leuk voor in de lente. Die heb ik via Vinted gekocht trouwens. Een wide leg met scheuren in de broek.
En die ga ik zeker houden. Die wil ik dus echt met de lente en zomer gaan dragen. Dit is een Levi's broek. Volgens mij is het 501. Ja, 501. Dus een soort van... geen wide leg, want hij komt niet helemaal tot onderaan de schoen. Ik stroop hem altijd een beetje op. Dus dan krijg je meer een beetje mom jeans vibes. Een beetje boyfriend-achtig. Dus dat is deze. Een Levi's skinny broek. Ook echt heel chill, gewoon heel basic. En die heb ik dus twee keer. Want eentje heb ik via de kringloop en eentje heb ik via een kledingruil. Dus ja, heel chill dat ik er gewoon twee heb. En dit is wel de wide leg van de Bershka. Echt heel erg leuk. Ik moet echt weer een keertje spijkerbroek skinny shoppen. Want ik heb dus alleen die van Levi's skinny. Maar ik heb verder dus geen skinny spijkerbroek. En dat vind ik wel echt heel nice voor in de lente. Dus ik onthoud nu gelijk even dat ik die echt nodig heb. Dat ik daar naar op zoek kan gaan. Ja. En dit ga ik weer eventjes allemaal opvouwen. Wat is jullie favoriete jeans soort? Skinny of wide leg? Of vind je mom jeans leuk? Of ander soort jeans? Let me know. En ook vooral wat je aanraders zijn voor mensen met smalle taaien. Want bij mij heb ik zo vaak dat skinny jeans of mom jeans of wide leg. Maakt eigenlijk niet uit. Allemaal hier zo in de rug te wijd zijn. Dus ja, dat ziet er gewoon niet uit. Dus stel je voor, je hebt een smalle taille en je hebt echt de tip voor een broek. Let me know, want dat kan ik wel echt gebruiken. Oh ja, mijn hemdjes ga ik ook niet uitzoeken. Dat is echt zomerkleding. Dit heb ik vorig jaar uitgezocht. Aardig wat nog. Dit is een flare broek die ik echt ook tweedehands heb gekocht. Eén van mijn eerste tweedehands aankopen online. Echt heel leuk. Echt een beetje nostalgisch. Want deze draag ik super vaak. En hier krijg ik heel vaak complimenten over. Dus deze hou ik zeker. En ook gewoon super trots dat hier mijn tweedehands liefde begon eigenlijk. Dit is een hele zachte groene flare. Hou ik ook. Vind ik echt heerlijk. Dit is een hele mooie pantalon in een super mooie kleur. Hou ik ook. Vind ik echt prachtig. Hetzelfde geldt voor deze groene pantalon en deze blauwe pantalon. Nou, die pantalons zijn natuurlijk helemaal in nu. Ja, ik vind ze echt geweldig staan. Ze zitten super mooi in de taille. Wat bij mij altijd lastig is. En deze zitten echt perfect. Dus daarom heb ik er ook een aantal, omdat ik ze gewoon heel mooi vind zitten. En dit is een soort wide leg, flare-achtige legging, noem ik het maar even. Deze broek ga ik bewaren als klusbroek, denk ik. Dus die ga ik wegdoen, soort van. Maar dan na het klussen. Deze broek, ja. Hate it or love it. Een wide leg met pastelkleuren. Love it voor festivals. Deze ga ik echt deze zomer gelijk aandoen bij het eerste beste festival die ik heb. Dus love it. Deze bloemetjes flarebroek vind ik super leuk voor in de lente. En dit is gewoon een heerlijk soort joggingsbroekje. Die ik ook ga houden. Want dit vind ik ook heerlijk. En dit ga ik even allemaal weer terug doen. En dan was dit eigenlijk de hele kast. Dan ga ik nu even de dingen aanpakken of aanpassen die ik op de twijfelstapel heb gelegd om te kijken wat ik ervan vind. Dus let's do it! Oké, dit is het eerste item en die ga ik houden. Ja, dit blijft gewoon iets wat ik super mooi vind en ook al doe ik hem misschien niet heel vaak aan. Ik vind hem wel heel leuk, dus deze ga ik houden. En dan dit topje. Ja, je ziet het niet goed, maar hij is heel kropt. Ik heb er een hemdje onder, maar hij is heel kropt en ik vind de mouw ook ietsjes te hangerig of zo. Ik weet niet, net niet. En ik vind dit ook niet helemaal mijn ding. Tenminste, hij valt op mijn borst, zeg maar. Dus het is niet dat hij er zo mooi onder valt, maar hij valt erop. Dus nee, deze ga ik helaas niet houden.
Let trouwens niet op de zooi daar, als je dat net hebt gezien. Ik ben heel mijn kamer aan het opruimen en doen, dus dan weet je dat. Dan dit topje. Ja, deze ga ik denk ik wegdoen. Hij is echt wel veel te groot hier en ik vind hem hier ook niet zo mooi zitten. Ik vind het wel echt een super mooie kleur. Dus ik vind het ergens wel echt heel jammer. Dus ik ga hem wel opslaan als zoekopdracht op Vinted en dan gewoon in mijn goede maat, zeg maar. Dus nee, helaas, dit gaat ook weg. En dan deze top. Ja, ik ga hem wegdoen. Ik heb hier altijd al het gevoel van gehad dat dit echt zo'n zwangerschapstop is. Ik weet niet waarom, maar dat je een soort denkt van, oh ja, als je zwanger bent, heb je hier een hele mooie buik in. Snap je wat ik bedoel? En nu is het een beetje, ja, ergens vind ik hem heel leuk. Ook door die mouwtjes. Ik hou gewoon van die gekke mouwtjes. En ergens denk ik gewoon, nee. Blijft een eeuwige twijfel, maar ik ga hem wel echt wegdoen. Helaas. Wel een beetje met pijn in mijn hart, maar oké. En dan deze. Ja, ik blijf hem wel echt heel erg tof vinden. Eigenlijk. Maar nee, ik ga hem wel wegdoen, want ik heb hem echt al zo vaak gehouden dat ik dacht, oh ja, ik vind hem echt cool en dan draag ik het toch niet. Dus ja. Het is wel een beetje pijnlijk, maar ik ga hem wel wegdoen. En dan deze. Ja. Wat zal ik ervan zeggen? Misschien dat ik hem toch wel nog hou. Ik vind hem toch eigenlijk nog wel een soort leuk of zo. Lekker zwierig. Ja, ik ga hem nog wel houden. Wel een mooie basic, denk ik. Ja, het is zwart, dus je ziet het niet heel erg goed, denk ik. Oh ja, zo zie je het wel een beetje. Maar het heeft een soort patroontje. En ik ga deze ook wegdoen. Ik vind hem echt super mooi nog steeds. Maar hij is gewoon te netjes voor mijn stijl. Ja. Ik kan dat niet anders omschrijven eigenlijk. Dus deze ga ik ook niet houden. En deze ga ik wel houden. Gewoon lekker als overgooier als ik naar het strand ga. Of als ik lekker op vakantie over mijn bikini heen naar het zwembad of zo. Ja, ik zou hem niet zo snel gewoon zo dragen. Want dan vind ik hem echt een beetje te zwobberig. Zwabberig, hoe noem je het? Een beetje te Maar voor lekker naar het strand of zo is dit natuurlijk wel heerlijk. Ik denk dat hij ook wel een beetje doorschijnt. Dus voor het strand prima, maar niet voor nu. En dan dit jurkje. Ja, ik vind hem heerlijk als pyjama. Ik denk dat ik deze gewoon lekker ga houden als pyjama. Dit is dus echt precies waarom ik ook zei, ik ga mijn pyjama's niet uitzoeken. Want dat zijn gewoon dingen zoals dit, die ik dan lekker vind zitten, maar niet weg doe. En dan gewoon als pyjama ga gebruiken. Dus dit wordt mijn pyjama en nachtjapon. Nou, en dat was ook het laatste item. En dan is alles opgeruimd, want hier wat ik naast mijn kast heb hangen, weet ik gewoon dat ik dat wil houden. Dus daar ga ik niet naar kijken. Hetzelfde geldt voor mijn jassen en zo en mijn zomerkleding. Dat komt allemaal later wel weer. Voor nu ben ik echt super blij met het eindresultaat van mijn kast. Dus ik ga even before en after beelden aan jullie laten zien nu. Te kijken, dat je zelf ook lekker bent gaan opruimen of dat je het gewoon heel chill vond om lekker op te zetten op de achtergrond of gewoon om naar te kijken. Dat kan natuurlijk ook. Vergeet geen duimpje omhoog te doen en je te abonneren hieronder op mijn kanaal om geen video te missen. En dan wil ik je heel erg bedanken voor het kijken en tot de volgende video. Doei doei!